Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de elektrische gum uittesten die ik bij de HEMA heb gekocht. Ik weet nog wel toen ik deze liet zien in de shoplog dat hier best wel wat grappige reacties op kwamen. Omdat mensen ook niet helemaal wisten wat het nou precies was en wat het een beetje nieuw leek. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om gewoon samen uit te proberen of dat dit ook daadwerkelijk werkt. Want het zou je leven zoveel makkelijker kunnen maken als het werkt. Dus ik ga deze gezellig met jullie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of dat het echt werkt, deze gum, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Deze gum kost bij de HEMA €3,50, wat ik eigenlijk een prima prijs vind. Ik vind het niet heel erg veel geld. Ik heb ze eigenlijk ook nog nooit bij andere winkels gezien. De HEMA die zegt zelf dat je veel preciezer kunt gummen met deze gum dan met een gewone gum. Omdat het apparaat dus roterende bewegingen zou maken. Waardoor je dus met de punt van de gum heel makkelijk het potlood weghaalt. En ik heb daarbij toen ook gelijk dit setje gekocht. Dit is een setje met vullinkjes. Deze kostte €1,50 en dan zitten er gewoon 80 gummetjes in. Het is natuurlijk niet meteen noodzakelijk, want je krijgt bij deze gum gewoon 8 gummetjes extra. Dus ik weet ook niet hoe lang je met een gummetje doet. Maar bij de HEMA, bij mij in het centrum, hadden ze deze niet. En toen was ik toevallig bij een andere HEMA waar ze ze wel hadden. Toen dacht ik, nou, ik neem gewoon gelijk al een bakje mee met navullingen. Ik vind het ook dan heel grappig dat er echt op staat, ik ben een navulling. En dan op het doosje van de gum staat, ik ben hervulbaar. Ja, dat vind ik dan toch wel heel erg grappig. Ik ga hem er eventjes uithalen. Hier krijg je een zakje met dus allemaal gummetjes. Hier zitten er 7 in. Dat had ik ook verwacht, want er zit als het goed is al 1 gummetje op, zoals je kunt zien. Die zit er dan gewoon zo op. Nou, dit is dan de... Zou je hem ingedrukt moeten houden? Nou, dat gaan we zo zien. Of je dat moet doen. Er moet een batterijtje in. Ik weet nog niet precies waar dat dan in gezet moet worden. Zit er een beschrijving bij? Ja, dat zit erbij. Dat is wel heel erg handig. Dan moet het ook wel in Nederlands erop staan. Dat zou wel heel erg handig zijn. Ik zie wel hier op de achterkant dat de batterijen erin moeten. Ja, ik heb hem nu inmiddels door hoe dit moet. Je moet deze eraf draaien. Kijk, dan trek je die eruit. En dan kun je het achterkantje er dus afhalen, waardoor dus hier 2 batterijtjes in moeten. Zo te zien zijn het AAA, dat zijn dus die hele dunne batterijtjes. Daar moeten er 2 van in. Dus ik ben heel erg benieuwd en zo kun je dus ook het gummetje vervangen. Ik heb wat dingen die we uit kunnen gaan gummen. Dus we gaan de batterijen erin doen en dan gaan we gewoon eens kijken of dat deze gum echt gaat werken. Ik ben zelf heel erg benieuwd in ieder geval. Oké, ik heb eventjes batterijen gepakt. Ik hoop wel dat deze doen. Ik zie alleen nu dat deze loskomt. Dus ik moet wel even kijken waar die nou vandaan komt. Die zag ik niet helemaal aankomen. Moet ik even onderzoeken. Zo, die zit er gewoon weer in. Dus nu gaan we de batterijen plaatsen. Hij doet het. Dat is fijn. Zo, dan draaien we het bovenkantje weer terug vast. Nou, dat zeg ik wel leuk. Ja. Zo. Je moet hem dus wel zelf ingedrukt houden. Dus het is niet dat je hem echt... Kijk, dat hij echt gewoon aanzet en dat je daarna niks meer hoeft te doen. Ik heb hier een blaadje wat ik uit wil gummen en ik heb daarvoor eventjes het magneetstencil gepakt van de Action. Daar ga ik hem even mee vastzetten, zodat ik hier even mee kan gummen. Ik zal jullie zometeen even wat gaan inzoomen. Ik zal het gelijk even doen.
Want dan kun je hier misschien al heel goed de inktstrepen zien, de potloodstrepen zien zitten. Ik heb dit blaadje eventjes gemaakt omdat ik die wil gaan gebruiken om mijn inktpetjes weer in te gaan verwerken. Maar ik heb dus hier nog best wel veel potloodstrepen, dus we gaan gewoon eens kijken of dat dit werkt. Dus ik ga hem gewoon zo erop zetten. Ik weet niet of ik kracht moet zetten, maar we gaan het zien. Zo, dat gaat best wel goed. Je ziet ook gelijk dat er het gummetje wat vies wordt. Maar ik ga hem gewoon eens helemaal uitgummen, want ik vind het eerste resultaat vind ik heel goed. Kijk, als je te veel druk gaat zetten, dan gaat hij er dus wel af. Dus dat moet je niet doen. Ik zie alleen dat ik hier wat strepen ben vergeten te zetten. Dus die moet ik eigenlijk wel eventjes gaan zetten. Dus dat ga ik eerst eventjes doen, want anders kunnen we hem niet helemaal uitgummen. Zo, even de streepjes afgemaakt. Nu kunnen we verder. Zie, dat heb je wel vaak als je echt te hard drukt, dat je gummetje er nog wel eens uit vliegt. Maar goed, dat is gewoon even wennen. Ik vind het echt de uitvinding van het leven nu al. Kijk hoe makkelijk je er overheen gaat, echt. Je hoeft zo geen druk te zetten, want je gaat er overheen en hij gumt gewoon zelf. Dat is echt fantastisch. Het blaadje blijft ook gewoon netjes. Ik zie hier bijvoorbeeld wel een streep, die is misschien wat te dik gezet. Ja, dit werkt echt als een malle. Nou, dit werkt. Dan wil ik ook eens even, dit is een dun blaadje. Dan wil ik het ook even gaan proberen op een dikker blaadje. Ik heb hier mijn nieuwe blog en YouTube boek. Daar ben ik in begonnen. Nu heb ik ook al wel wat dingetjes die misschien uitgegumd kunnen worden. Nou, bijvoorbeeld hier ook. Dit kan allemaal al weg wat ik hier geschreven heb. Dat wat ik dan heb geschreven, dit kan alvast wel weggegumd worden. Dat gaan we nu ook gelijk proberen, want dit is net weer wat dikker papier als het blaadje wat ik net heb gebruikt. Ik zie wel dat ik hier en daar nog wat vergeten ben, maar dat maakt niet uit. Dat kun je gewoon makkelijk nog doen.
Maar nu wil ik eventjes kijken hoe het op dikker papier werkt. Ik heb hiervoor ook het vulpotlood van de HEMA gebruikt. Dus ik ben benieuwd of die dat ook goed weggunt. Dus laten we het proberen. Dit is wel een uitvinding hoor. Ik ben er helemaal weg van. Het is echt werkelijk waar fantastisch dit. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben versteld. Ik vind het echt werkelijk waar fantastisch. Ik zal jullie ook even het verschil laten zien. Dus als de strepen er nog staan en als ze dus weer gegund zijn. Nou, dit is dus het blaadje wat is uitgegund. En je ziet eigenlijk, ja, hierdoor is de streep iets te dik gezet. Daar heeft hij dus wat meer moeite mee. Daar zou je echt iets meer druk moeten zetten. Maar eigenlijk zie je al heel duidelijk dat alle potloodstrepen heel netjes weggehaald worden. Ik ben er echt van onder de indruk. Ik moet zeggen, als ik dit met een normale gum doe, die ik met de hand moet gebruiken, dus echt zelf moet gummen, ben ik daar zoveel langer mee bezig. Moet ik zoveel druk zetten, dat ik op een gegeven moment heel veel kramp krijg in mijn handen. Maar met deze gaat het echt fantastisch. Nou, ook hier zie je gewoon eigenlijk niet dat hier potloodstreepjes hebben gestaan. Je ziet gewoon heel duidelijk dat alle streepjes weg zijn. Dit heb ik dan nog niet gedaan. Hij heeft ook een beetje deze lijn weggevaagd. Dat is een beetje lastig, want die gebruik ik nog omdat ik daar stempels neer wil zetten. Maar ik vind het resultaat echt wel heel erg goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou werken als dit. Nou, ik heb nu natuurlijk de gum gebruikt. En dan zie je ook, doordat hij dus roteert, dat hij een soort van rondje krijgt. Je ziet dus dat hij roteert over het papier heen, dat hij een ronde vorm krijgt. En als je naar gewoon een standaard gummetje kijkt hier in het doosje, zie je dat ze dus echt gewoon recht zijn. Dus je ziet heel duidelijk dat het gewoon rechte vormen heeft, maar door het roteren wordt hij dus rond. Maar echt even serieus, wat een topuitvinding is dit. Ja, zoals ik eigenlijk al vertelde, je houdt dit knopje ingedrukt met gummen. Dus je drukt hem in, dan hoor je hem dit doen en dan ga je over het papier heen en echt al je potloodstrepen verdwijnen. Het leek me gewoon heel makkelijk toen ik dit kocht, maar dat het zo makkelijk zou zijn, dat had ik zelf ook niet verwacht, want ik ben er echt onder de indruk van. Dit gummetje gaat mijn leven zoveel makkelijker maken, omdat ik net al zei, ik krijg soms best wel snel kramp ook in mijn armen. Als ik dan aan het gummen ben met de handgum, merk ik gewoon dat ik op een gegeven moment de kracht niet meer heb om dat verder te doen. Ook je papier gaat hier veel minder van kreukelen, omdat je hem maar heel licht heen en weer hoeft te bewegen. Dus je hoeft geen kracht te zetten, want de gum doet het werk. Voor €3,50 zou ik zeggen, het is echt een topding. Ik vind het echt fantastisch, het is werkelijk waar. Ik ben zwaar onder de indruk van deze gum. Dus ik vind het echt weer een top aankoop. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze gum vinden. Nu je hebt gezien hoe het allemaal werkt. Zou het een item zijn wat je misschien ook zou willen kopen? Of misschien heb je het al wel gekocht en misschien ben jij ook zo enthousiast. Of misschien is jouw mening heel anders en denk je van, nou ja, ik vind het onzin en ik blijf lekker met de hand gummen. Is ook helemaal niks mis mee. Maar ja, dit gummetje gaat mijn leven in ieder geval echt
een stuk makkelijker maken op het gebied van de creativiteit met gummen. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je nu een idee hebt gekregen hoe deze gum werkt en dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!